eerst en vooral wil ik mijn collega feliciteren. Ze hebben het onze Hoogagel heeft het ons bijzonder moeilijk gemaakt. Ze stonden goed inderdaad. En als je dan na een kleine 10 minuten, nadat wij al 2 keer aan het venster geklopt hebben, als je dan op achterstand komt, dan weet je dat je, ja, dat je deels moet kunnen rustig blijven. En zij stonden goed, gaven heel weinig ruimte weg. En dan mag je vooral niet gaan vechten tegen de tijd. Je moet rustig die bal laten rondgaan. Ik vond dat we dat aanvankelijk goed deden. Maar je zag dat er een beetje gevoel van stress op een bepaald moment in het team sloop. We wilden echt winnen vandaag, want het was een belangrijke speeldag voor ons. En ik heb ook gevraagd aan de rust om vooral het engagement te blijven houden. Nooit aan Hoogagel te tonen dat we misschien wat... Wat vervelend waren met die 0-1 achterstand. Dat we misschien op momenten het wel heel moeilijk konden krijgen. Want we hadden ook al risico genomen met Abib in te brengen. Want ik wil ook Adjeris toch wat speelkansen geven met het vooruitzicht van ons drukke programma. En ik moest eigenlijk vrij snel door de hersenschudding van Skulason moest ik eigenlijk al vrij snel omschakelen. Maar we hebben niet te veel nagedacht. We hebben in een 4-4-2 gaan spelen, inderdaad, met 2 offensieve kanten en eigenlijk met een offensief middenveld. En het vierde kwartier was bijzonder druk langs beide kanten. Zoals Ronnie reeds gezegd heeft, wij kunnen 1-1 maken, maar zij kunnen ook 1-2 maken. We hebben beide kansen gehad op 1-1 en zij hebben kansen gehad op 0-2. En dan moeten we iets gaan doen. En goed, Abib scoort. Knappe goal, we hebben een beetje geprofiteerd van die offside die niet open ging of die niet sloot met een holik die erbij bleef hangen. Maar zij scoren onmiddellijk terug en dan is het interessant om te kijken hoe dat we na Wigan, of dat we dezelfde reactie hadden zoals destijds een paar weken geleden na Apwell, waar dat we gereageerd hebben tegen Anderlecht in de slotfase. En zij pakken 1-2 en dan is het uitkijken. En, ik ben heel tevreden dat Sila is ingekomen. We hebben dan eigenlijk echt in een bijna 3-4-3, 3-5-2 gaan spelen. Zeer offensief. Het was ook de bedoeling dat hij moest heel breed blijven, omdat je dan niet meer met je baks kunt opkomen. Want je hebt er maar nauwelijks nog 3 verdedigers. Dus. En ik ben heel blij dat uiteindelijk 2 invallen scoren samen 3 doelpunten. En ik denk dat het derde doelpunt iets vroeger kan vallen, dat we misschien nog verder kunnen uitlopen. Want dan is het een beetje gebroken bij hen. En, het is fantastisch voor mijn team. Ik ben heel tevreden, want dat was een bijzonder moeilijke match. Maar we hebben echt gefeest vandaag op ieder moment om te winnen. En we zijn er ook voor beloond geweest.